Welkom bij Bakkerij Knapen. Ik ga voor jullie vandaag de authentieke bakkenmoezevlaai bakken. Het is eigenlijk een traditie die komt vanuit de boerenfamilies hier. Iedereen had zijn eigen oven. Er werd meestal één keer per week brood gebakken. Dan werd er vlaai gebakken. En als dan de oven leeg was, werden de peren in de oven gegooid. En die bleven daar gewoon een week in zitten. Tot de week daarna teruggebakken werd, werden die peren terug uit de oven gehaald. En dat eigenlijk werd het proces herhaald totdat de peren volledig droog waren. We zeggen altijd, het is de enige vlaai die er niet smaakt, zodat als ze eruit ziet, ze 10 keer lekkerder.